Maar ik vind het wel loodzwaar, dat moet ik eerlijk toegeven. In welk land? Sterk. Ja, ik weet dat, de minister-president in staat is om openhartig met premier Netanyahu te spreken. Ik ga er ook van uit dat hij in dergelijke gesprekken heeft aandringen dat Israël meer humanitaire pauzes toelaat, zodat humanitaire hulp kan worden geleverd. Maar ik wil eigenlijk een vraag tegen achtergrond ook van die duidelijkheid die moet worden verkregen op het gebied van internationaal humanitair recht. In 2014 was er ook een Gaza-oorlog en een Israëlisch grondoffensief, Protective Edge. En is toen door de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, is een commissie ingesteld om die situatie naar het internationaal humanitair recht en de maatstaven daarvan te onderzoeken. En daarvoor is toen beschikbaar gemaakt een Nederlandse generaal-majoor der mariniers, Patrick Kammert, die die commissie heeft geleid. Ah, juist. Ja. Mijn vraag aan de minister-president is eigenlijk of hij wil onderzoeken of opnieuw de heer Kammert of een soortgelijk iemand, en die werd zeer serieus genomen, Kammert, door zowel de Palestijnen als de Israëli's, of opnieuw zo iemand beschikbaar kan worden gemaakt om de situatie naar maatstaven van het internationaal humanitair recht te onderzoeken in de huidige situatie. Moet ik wel wegen denken met de collega's in het kabinet, maar ik wil de suggestie zeer serieus meenemen. Wil ik er nu nog niet op reageren. Eens even zien ook wat alle pro's en cons zijn, et cetera. Ik kan ook zeggen dat we ook, maar dat raakt niet precies aan de rol die Kammert toen had, maar we zijn ook aan het kijken hoe je de rol van de VN kunt versterken, omdat we op dit moment zien dat de VN in de regio niet bepaald optimaal gecoördineerd werkt. Nog humanitair, nog ook daarna.